reist exporteur Imro Manglie geeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralat Seudin, het voordeel van de twijfel als het aankomt op zijn functioneren. Tot nu toe heeft Seudin zijn best gedaan om ordening te brengen in de agrarische sector, meent Manglie. Hij onderstreept echter dat president Chandrika Prasad Santokhi niet een volledig jaar moet wachten om te kijken of zijn kabinet wel in staat is om te regeren. Wie niet behoorlijk functioneert, moet zo gauw als mogelijk een pas op de plaats maken, zegt de reismagnaat. Wel, om eerlijk te zeggen hoor, de minister, hij doet zijn best. Hij is veel bereikbaar en hij is pas daar. Laten we hem nog vier, vijf maanden geven. Dan denk ik dat we dus over alle ministers kunnen praten. Wie wat. En ik hoop dat de president niet wacht na een jaar om de mensen die niet deugen weg te halen. Want dan hebben ze recht op auto, telefoon, kleren, schoenen, huis, reizen. Alle soorten dingen hebben ze. En dan moeten wij dat gaan betalen. Ik zal je een voorbeeld geven. Er zijn 120 DC's totaal in het land. Kunt u zich voorstellen? 80% werken niet, hebben gekregen geld. Manglie ziet veel potentie in de rijstsector. Suriname is in staat meer te produceren en te exporteren. Echter moeten de boeren ook meewerken om samen te groeien. Manglie ergert zich aan de klaagcultuur van de rijstboeren. Ik moet zeggen, ik ben al 50 jaar in de rijstsector. En 50 jaar klagen ze. Dus laten we dat eerlijk zeggen. Ze gaan blijven klagen. Al krijgen ze de beste prijzen, gaan ze klagen. Ik ga een voorbeeld geven. De Suralco, bij Suralco had je het stafleden. Als je die salarissen hoorde en de voorzieningen, dan gingen ze stelen. Stafleden. Niet allemaal natuurlijk. Dus die boeren, als ze bijvoorbeeld deze krop 50.000 winst hebben gemaakt, willen ze niet de volgende krop 40 maken. Willen ze de volgende krop 60 maken. En als ze die 60 hebben gemaakt, willen ze het naar 70 brengen. Maar er is een tijd van, er zijn goede tijden en slechte tijden. Dus je moet die dingen gaan optellen en een beetje in het midden delen, zodat je dus op een balans komt. Natuurlijk vind ik dat de olieprijzen die de overheid nu heeft dat ze hebben verhoogd, dat het een beetje moordend is voor de rijstsector. Maar ik denk, als de overheid dat niet had gedaan, zouden ze ook niet kunnen regeren. Rijstmagnaat Imro Manglie tegenover onze nieuwsdienst.